Wat is dit nou? Wat gebeurt hier? Oh, Kevin, jij domme koe. Kut, ik weet helemaal niet hoe dit werkt. Oh jee, wat doe ik nou? Ik ga een hulplijn bellen. Hey, zit je te poepen? Hey kijkers van de One of Up, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe serie, tenminste nieuw. We hebben het al eens eerder gedaan, maar in een nieuw jasje. 3 deelnemers deze keer. Ik en Remco en Jabber. Een dikke race tegen Jeffrey en Kevin. Tuurlijk doe ik mee. Mario 64 is nu uit op de Switch uiteraard met de Mario 3D All-Stars. En we vonden het, tenminste ik vond het altijd superleuk om die Mario race met Ivar te doen. Tot op het moment dat hij bij 35 sterren zei, ik geef het op, ik vind het te moeilijk, ik kan het niet. Ik heb nu 2 nieuwe gegadigden gevonden die het tegen mij durven op te nemen. Want ik stond natuurlijk kei ver voor tijdens de vorige Mario 64 race. Iedereen weet dat Kevin graag tweede wordt. 1 andere regel. Met Ivar had ik de regel dat we 5 sterren moesten verzamelen. Per aflevering. Omdat we nu met z'n drieën zijn, doen we per aflevering 3 sterren. Welkom terug. We zijn er weer. Met een gloednieuwe serie. Deze maken we wel af. Ik heb deze game nog nooit gespeeld. Oké, dus niet waar. Ik heb deze game afgelopen vrijdag voor het eerst gespeeld toen die uitkwam. Oh, jezus. Wat zijn deze cameracontroles echt helemaal ruk, jongens. Even kijken hoor, wat de snelste route is. Ik zit een beetje te denken om stiekem hier al heel ver en heel snel naar boven te lopen. Dan sla je zomaar een stuk over. Maar nee, grapje. Want dan moet je met kruipen gaan doen. En dat ben ik eventjes vergeten uit te vogelen hoe dat ook weer zat. Volgens mij was Kevin 15 ongeveer toen dit spel uitkwam. Au. Kevin was al oud. Kevin is oud. Dus, eerste 3 sterren. Dit spel heeft er 120, dus de keuze is eigenlijk reus. Maar hier... Zo haal je de eerste. Wat is dit nou? Wat gebeurt hier? Je hebt een soort van posities waar de camera staat of zo. Het is niet dat je hem vrij kan rondbewegen. Dat irritante geluidje is ook gelijk aanwezig. In de eerste level moet je naar de top van de berg en daar moet je zo'n guy verslaan. Of tenminste, in de eerste, is dat het eerste level? Ik denk het wel. Deze meneer wil ons een poepie laten ruiken. Dat willen wij ook. We moeten namelijk achter hem komen. En dan zo met hem gooien. En dat moeten we 3 keer doen. Maar goed, ik weet dus niet of het de tijden van Jeffrey en Kevin zijn. Van Jabber en Kevin. Ik moest hem vastpakken, hè? Ja, en dan moet ik hem aftieven of zo. Volgens mij ben ik nog geen minuut totaal bezig sinds de timer is ingegaan. Weet ik niet zeker. Want Kevin edit het. Kevin zet de timer erbij. En Kevin bepaalt wanneer de timer ingaat. Maar goed, ster 1 is binnen. Maar ach, hier op de One-Up-Up draait het niet om wie het snelste is, maar wie het meest plezier heeft. Oké, en nog 1 keer moeten we dit doen. Hey, volg je mij trouwens al op Instagram? Ik doe soms wel eens fotograferen namelijk. Ik wil ooit geld verdienen als fotograaf. Dus check even mijn Instagram, @Remco de Gast. Kleine pluk, thanks Kevin in de edit. Niet zo snel draaien, laat me er langs. Oké, hoe doen we dit? Oh ja, over hem heen springen denk ik. Oh, oh. Woo! Ja, dit is hem hoor, dit is hem. Over hem heen springen, had ik moeten weten. Oh, sorry, dit duurde veel te lang. Dit vind ik leuk. Ik ben zo benieuwd of Kevin en Jeffrey die shortcut kennen. Ik weet dat Jeffrey hem sowieso kent. Jeffrey heeft deze game volgens mij 1 miljoen keer gespeeld, denk ik. We gaan die race ook nog even doen. Die race, die is op zich nog best wel makkelijk. Daarvoor moeten we deze fijne kerel verslaan. Hallo, hallo. Hallo, wat kost hier een watermeloen? Ik dacht de vorige keer, laat ik alle rode muntjes gewoon direct pakken. Dat is super slim. Dat viel tegen, aangezien 1 van de 7 muntjes kun je nu niet bijkomen. Want dan moet je via een kanon naartoe. Maar dat kanon is niet beschikbaar op dit moment. Dus dat gaan we lekker niet doen. We gaan lekker deze makker verslaan. Volgens mij teleporteer ik hier, vanuit hier ook naar de berg. Oh, hier ben ik naast de berg volgens mij. Waar is de brug naar die berg? Oh, hier. Dit gaat vooralsnog als een leien dakje, wou ik zeggen. Maar uiteraard, op het moment dat je zoiets zegt, gaat het mis. Oh, nee, ik wil niet slaan. Ik wil hem oppakken. Pak hem dan op. Hoppatee. Smijten die handel. Dat is 1. Ah, steen. Oh, hier is... Nee! Oh, Kevin, jij domme koe. De derde keer gaat hij echt heel veel moeite doen en gewoon op jouw tempo blijven. Dus wat ik dan doe, ik ga eraf. Ik weet niet waarom trouwens, het werkte net. Ik loop een stukje terug. En ineens wil hij wel gewoon op normaal tempo. Ik weet niet precies wat de bedoeling daarvan is.
Wat ik wel weet, is dat we op deze manier de tweede ster hebben vrijgespeeld. Hoppatee. Nee, 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 nee. Nou, nu moet Koopa de snelle toch wel niet zo snel zijn. Voor hem moet ik gewoon in deze paal gaan hangen. Jawel. En dan moeten we gewoon wachten tot Koopa de Quick naar boven gewandeld komt. Tijd om een potje te pale dansen. Ik heb gewonnen. Oh. Maar het scheelde niet veel. Hey, IJzer. Bedanken voor die ster. Bedanken. Daar hadden we bijna al gelijke level opnieuw moeten doen. En dat had ons zoveel tijd gekost. Ja, dat spel is eigenlijk nog wel voor mijn tijd. Ik ben van 97. Dit spel is van 97. We zijn even oud, laten we het zo zeggen. Ik ben niet geboren met zo'n controletje in mijn handen, helaas. Maakt het niet uit. Ik heb de DS-variant. Heb ik helemaal kapot gespeeld. Dus ik weet wel het een en ander qua sterren te vinden. Ik ga nu wel naar de glijbaan, denk ik. Voor de laatste en derde ster. Oh, dit is helemaal kut. Ik weet niet hoe dit werkt. Die rode... Oh, shoot, the island in the sky. Kut, ik weet helemaal niet hoe dit werkt. Oh, fuck. Oh, jee, wat doe ik nou? Oh, dit gaat echt mijn hele tijd verkloten gewoon. Nou, dit is echt zo'n klote, jongen. De kutcontrols. Ah, godsamme, man. Ik ga vaak naar retro gamebeurzen toe. Dat vind ik leuk. Lekker loeren, lekker dingen kopen. En daar kocht ik toen echt voor een prikkie een Nintendo 64. En toen was ik echt zo blij. Dit is gewoon een beetje jammer, dit. Ik ga niet met jullie liegen. Dit is gewoon een beetje minder. Ik bedoel, we waren lekker bezig op 6 minuten. Hadden we er 2 binnen 6 minuten. Of ik weet niet wanneer. En... Ja, weet je. Nu zijn er weer 4 minuten voorbij. En Jeffrey en Kevin hebben zijn game waarschijnlijk al lang uitgespeeld. Je moet voor een bepaalde tijd beneden zijn, dacht ik. Of de eerste keer krijg je hem sowieso, dat weet ik niet. Maar we gaan in ieder geval... Hoppa, naar beneden. Zo snel we kunnen. Volgens mij moet je onder de 30 seconden beneden zijn om kans te maken op een ster. Maar dat weet ik dus niet zeker. Het kan ook zijn dat je hem de eerste keer krijgt en de tweede keer... Ook als je onder die 30 of 25 zit, ik weet het eigenlijk niet meer zeker. Hebben we een ster, alsjeblieft? Ja hoor, dames en heren. En op het moment dat we deze aanraken, stopt de timer. En dat is... Oh, niet nu. Zou ik een hulplijn mogen bellen? Ik denk het wel. Ik ga een hulplijn bellen. Hey, zit je te poepen? Jawel. Ik zit in de opname. Welkom in de opname, Jeffrey Blom allemaal. Zwaai maar naar de camera. Jeffrey Blom, live vanuit zijn wc. Hey Jeffrey Blom. Jij bent mijn hulplijn voor vandaag. We zijn bij Who Wants to Be a Millionaire. Level 3 van Mario 64. Moet je met een raket de lucht in worden geschoten of zo? Dat zweven is level. Ja, het is een zwevend eiland. Maar welk kanon moet ik inschieten? Precies. Nee, je hebt op dat eiland. Hoe kom ik op dat eiland? Ja, maar ik kan er niet inspringen in die toren. Je moet in het begin, dus loopt zo'n roze bom op. Ik moet met een roze bom praten. Ja, dat is allemaal open. En dit is spijtig, want dat probeerde ik net, toen deed hij dat niet. Nou, bedankt Jeffrey Blom, mijn 1 minuut is op. Ja, doei. Nee, ik doe het weer. Het gaat niet goed. Maar dit trucje werkte net. Ja, joh. Ja, joh. Kijk, en nu komt er een kanon tevoorschijn. Het is nu, dames en heren. Ik ben heel erg benieuwd wat de tijd is. Nou is het wachten op die, ja. Ja, laten we die Koopa gewoon een naam geven. Nu is het wachten op Kevin en Remco. Het is een beetje hun liefdesbaby. En ik wil ze niet allebei een slecht gevoel geven. Maar waar is die grafster dan? Dit is toch het vliegende eiland? Oké, waar moet ik nu heen dan? Ik denk naar die munten, maar... Dat klinkt logisch. Nou, zijn we hier, jongens. Dit is toch ongelooflijk? Hoe kan ik nou een kwartier over doen, verdomme? Het is gewoon helemaal ruk. Ik ga eerlijk met jullie zijn, dit is gewoon helemaal ruk. Oké, en nu? Stop de timer. Bedankt voor het kijken. Jeffrey en Kevin, ik vermoed dat jullie hebben gewonnen, dus alvast gefeliciteerd. Dit is very spedig. En stop de tijd. Dat was ster nummer 3. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Jongens, succes.
Ja, dat zeg jij goed, Jabber, want Kevin en Remco die kunnen het succes goed gebruiken. Kevin die ziet jou op de hielen met nog geen minuut achterstand. En Remco die zal wat tijd moeten inhalen in de tweede aflevering om dichter bij de andere twee jongens te kunnen kruipen. Tot dan!